Nou, je bent de broer van Jos. Ja, zeker. En, maar hoe was Jos dan in zijn jeugd? Want dat weet jij misschien al. Jos was, hij was ook heel sportief. Hij kon heel goed voetballen. En beter dan ik. Speelde bij DSC. We komen uit Delft. En later is hij al vrij jong gaan rolhockeyen. En daar heeft hij ook het Nederlands team gehaald. En wereldkampioenschappen gespeeld. En zelfs toen hij een jaar of 21, 22 was, professional in Italië. Dus zo was Jos. Dus ja, wij deden niet zo heel veel samen echt. Maar ja, ging altijd prima. Dus ik voetbalde altijd bij de andere club bijvoorbeeld. Maar was jij ouder dan Jos? Of ben je jonger dan Jos? Ja, ik ben 2 jaar ouder dan Jos. Jos is 63, ik ben 65. Dus, we deden ook wel spelletjes thuis. Mijn vader kon heel goed dammen. Was een Groninger. Was een sterke dammer. Dus daar konden we moeilijk van winnen. Maar ook kaartspelletjes. En ik ben uiteindelijk Britser geworden. Britser? Ik heb eerst heel lang gespeeld en nu schrijf ik en train ik en dat soort dingen. Dus we zijn een spelletjesfamilie. Maar wat vind je ervan hoe Jos dan terecht is gekomen? Ja, dat is een jaar of 20 geleden. Hij was getrouwd met 2 zoons. Die waren toen mijn 4 en 6 of zo, 5 en 7, iets dergelijks. Ja, en dat ging niet goed. En zakelijk ging hij de mist in, zou ik maar zeggen. En daar kwam hij dus in Rotterdam terecht. Of zo. Niet dat dat iets met Rotterdam te maken heeft, maar zakelijk scheve schaats en kwam daar niet bovenop. Dus, heb je nog geprobeerd te helpen? Ja, het was heel moeilijk te helpen. Mijn vader hielp hem enorm. Die deed allerlei dingen voor hem. Maar hij trok het, hoe moet je dat zeggen, het mislukken een beetje aan hem, zakelijk gezien dan. Hij werkte altijd als vertegenwoordiger, kon hij heel goed, kan lullen natuurlijk als brugman. En dat was ideaal werk voor hem, met een auto het land rond en administratief en zakelijk. Dat kon hij niet, dat bleek natuurlijk. Hij zei zelf dat het mis is gegaan doordat hij vergeten was een telefoontje te plegen naar mevrouw in Friesland, geloof ik. Maar is dat niks van waar? Er zijn altijd allerlei oorzaken. Ik weet niet of het in het boek staat, er is ook een enorm verhaal over hoe die bij een parkeerplaats in Frankrijk met een auto vol paarden, dat ze vergeten waren om de sleutel uit het stopcontact te halen. En dat... Wij weten van niks. Maar blijft een goed verhaal. Het blijft een prachtig, blijft een prachtig verhaal. Hij zat, toen hij zelf in zaken ging, dat waren bouwmaterialen. Ja. Ik ben ook geen zakenman, dus het zat niet in de familie, denk ik. Nou, dat is dankjewel, dat is goed. Bedankt. Ja. Dat is goed, hè? Ja, dat is goed, ja. Even wat aandenken. Ja.